De heer Timmermans. Ja, voorzitter, het is de heer Wilders gelukt. Dat had ik niet verwacht. Dus mij past ook een compliment aan de heer Wilders voor het feit dat hij erin is geslaagd een akkoord te sluiten met drie andere partijen. Hij kan dus rekenen op een meerderheid in deze Kamer. In feite hebben we dus te maken met een gewoon coalitieakkoord gebaseerd op een meerderheid in de Kamer. Maar ik zeg het mevrouw Bikkernaar, er zitten wel hele grote witte vlekken in. En ik ben benieuwd of we van iedereen, van de vier onderhandelende fractievoorzitters, dezelfde interpretatie krijgen van die witte vlekken. Ik zal ook straks aan de heer Omtzigt vragen. Is het zo dat pensioen, dat er geen voorstel komt, dus dat we blijven bij het pensioenakkoord zoals er is? Of verandert dat in zijn ogen? Maar ik wil ook graag van de heer Wilders weten, op het moment dat hij er uiteindelijk wellicht in slaagt iemand te vinden die premier wil zijn van zijn kabinet. Op het moment dat hij daarin slaagt en die ministers moeten aan de slag. Mogen zij dan geheel zelfstandig de witte vlekken invullen of moet dat in overleg met de coalitiepartijen? Nou ja, weet u, om te beginnen, het is niet mijn kabinet, het is een kabinet van de vier partijen. Het is een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Het is ook geen kabinet Wilders, het is gewoon een kabinet en het is een extra parlementair kabinet. En wat het mooie nou is dat wij een hoofdlijnakkoord hebben geschreven en dat wij tegen de kabinet zeggen, tegen de regering, kom met een plan. Werk dat uit. En ik denk dat we dat maar eens eerst zouden moeten afwachten wat daarin gebeurt. En dat kunt u ook zien, want we krijgen dadelijk, als het allemaal is gelukt, krijgen we natuurlijk eerst het debat over de regeringsverklaring. Dan denk ik dat dat programma van de regering er nog niet ligt. Maar dat zal inderdaad, collega Jette zei het al net volgens mij, dat zal 1 of 2 maanden kunnen duren. Misschien tot bij de algemene beschouwingen, misschien eerder. En dan zullen we zien wat zij al dan niet naast dat akkoord nodig vinden om te doen. En het mooie is van dat ze daar dan ook een meerderheid voor zullen moeten halen. Ik heb net al gezegd, dat zal niet wat mij betreft op ieder onderwerp in overleg met de vier partijen moeten. Maar het kan ook niet zo zijn dat men afwijkt van wat is afgesproken in ons akkoord. Het kan niet zo zijn dat ze in één keer zeggen van nou ja, we doen toch maar niet dat constitutioneel hof. Of we gaan toch minder asielafspraken maken. Of we veranderen de financiële plaat even diagonaal. Dat kan niet. Dus ook daar zal je een weg moeten vinden met elkaar. Nogmaals, ik heb ook, meneer Timmermans, niet alle antwoorden, want dit is nog nooit gebeurd. Dit hebben we nog nooit gedaan. We hebben ook nog niet alles uitputtend met elkaar van BPO's tot dan wat besproken. Maar dit lijkt mij de logische lijn om met elkaar om te gaan. Ja, zoals u het nu omschrijft, is het een gewoon meerderheidskabinet, gebaseerd op een meerderheid in de Tweede Kamer en gehouden aan de afspraken die meerderheid in de Tweede Kamer heeft gemaakt. U zegt recht, er zijn vier partijen bij betrokken. Ik hou u wel voor, u bent by far de grootste. En het is historisch, dat zegt u zelf, maar ik zeg dat ook, maar vanuit een andere invalshoek. Het is historisch, omdat voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis radicaal rechts het voortouw neemt in het besturen van het land. Ik maak me daar hele grote zorgen over. Meer omdat dit een mensbeeld schetst waar ik het niet mee eens ben. Daar zullen we van mening over blijven verschillen. Maar het is inderdaad historisch dat radicaal rechts in dit land gaat besturen. En dat zal grote consequenties hebben. Ook voor zeg maar, de cohesie van het land en de solidariteit in het land. Ik hoop daar zo meteen op terug te kunnen komen als u concreet op de maatregelen ingaat. U heeft een akkoord. Ik ben het ten gronde oneens met grote delen van dat akkoord. En ik zou u willen vragen om bij het bespreken van dat akkoord ook open te staan voor wijzigingen die ertoe kunnen leiden dat iedereen erop vooruit gaat in Nederland. Dat iedereen verbetering ziet en dat we laten zien dat Nederland van ons allemaal is en niet een kabinet dat door u gedwongen wordt zeg maar met rancune te kijken naar die mensen waarvan ze vinden dat ze eigenlijk er niet bij horen. Voorzitter, ik dwing niemand. Ik heb ook geen rancune. Ik ben super trots op dit akkoord. Los van alles wat met asiel te maken heeft, zorgen wij ervoor dat met z'n vieren dat de armoede daalt, dat de werkeloosheid daalt, dat de werkgelegenheid stijgt, dat de koopkracht stijgt, dat we het doen aan de toestroom van migranten. Dus ja, ik denk dat dit een pakket is wat juist Nederlanders verbindt in plaats van verdeelt. En de PV is ook geen radicale partij. Wij zijn geen radicale mensen. En die 2,5 miljoen mensen die op ons hebben gestemd en nu misschien thuis tv kijken,
Ik denk dat die dat ook zich wel enigszins beledigd voelen door als u, als aanhangers van een radicale partij. U heeft die mensen niet radicaal genoemd, dat zal ik u niet in uw schoenen schuiven. Maar u zegt wel eigenlijk dat ze een radicale partij aanhangen. En dat zijn wij niet. Weet u, wij hebben altijd, daarom zijn we niet radicaal, daarom zijn we ook niet extreem. We hebben altijd en we zullen altijd binnen de kaders van de democratie werken. En we zullen en we hebben altijd ons keihard tegen alles wat met geweld te maken heeft gekeerd. En dat is anders dan de echte radicale of extreme die je toch helaas meer, meneer Timmermans, via u voorzitter, aan de linkerkant van het politieke spectrum ziet. We hebben het de laatste weken en maanden gezien, hè, op al die universiteiten en die straten in Nederland waar ja, mensen toch de boel vernielen, agenten met ammoniak bekogelen. En dat zijn mensen die behoren niet tot onze kant van het politieke spectrum. Ik zeg ook niet dat u daarvoor verantwoordelijk bent, maar dat zijn wel mensen die zich op het linkerdeel, het linker extreme, radicale deel van het politieke spectrum bevinden. Dus waar, we hebben dat in het verleden ook gezien. We hebben leden van GroenLinks gezien die hebben ingebroken bij ministeries. Nou, een hele lijst, ik zal het niet allemaal opnoemen, maar om aan te geven dat waar Nederland ook recent vooral is verdeeld met geweld, met antisemitisme, met haat tegen de staat Israël, waar agenten in Nederland met ammoniak zijn bekogeld, waar de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat is niet het rechterdeel van Nederland, dat is het linkerdeel van Nederland wat daar verantwoordelijk voor was. Ja, voorzitter, we kunnen ons wel jij bakkend door deze dag werken. Wij hebben dat nooit gedaan. Meneer Wilders, de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, heeft altijd heel sterk afstand genomen van alles wat met geweld te maken heeft. Van alles wat met vernielingen te maken heeft. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. En dat laat ik mij door u niet in mijn schoenen schuiven. Dat is flauwekul. Maar u heeft de instituties die de democratische rechtsstaat dragen, altijd aangevallen. U heeft dit parlement een nepparlement genoemd. U heeft rechters, D66 rechters genoemd. U heeft gesproken dat u slachtoffer was van een politiek proces. U heeft de pers tuig van de richel genoemd. U valt met uw beweging de fundamenten van de democratische rechtsstaat aan. En nu zit u in het midden van de macht. Ik vind dat voor Nederland een heel zorgelijke ontwikkeling. En ik vind dat ik dat mag zeggen. Dat is mijn democratisch recht. Zeker. En ik zal dat blijven zeggen. Ik vind dat niet goed voor Nederland. De verdeeldheid in Nederland zal daartoe toenemen. U zet meer dan 1 miljoen Nederlanders. Maakt u tweederangs burgers van. Daar ben ik het zeer mee oneens. Dat is heel slecht voor het land. Dus ga u nou niet mij verwijten iets wat door extremisten wordt gedaan, wat ik niet steun, wat ik veroordeel. Kijk in eigen kring wat u in dit huis en met uw publieke uitlatingen heeft gedaan, waarmee u meer dan 1 miljoen Nederlanders tot tweederangs burgers verklaart, waarmee u ervoor zorgt dat mensen op scholen hebben gedacht, ben ik nog wel welkom in dit land? Nederland is van ons allemaal, of Nederland houdt op Nederland te zijn. Knoop dat in uw oren. Ja, kijk, u mag. U mag het allemaal zeggen. Laat dat voorop staan. We zijn in dit land. U zegt net, ik mag dat toch wel zeggen. U mag dat zeggen. Er is geen verbod tot het verkondigen van onzin. Dus u mag dat 100% doen. Maar het is niet waar. Wij verbinden juist Nederland. Nederlanders bijvoorbeeld zijn het spuugzat dat ze het land wordt overspoeld met een ongebreidelde immigratie. Met asiel. De mensen die ja, inmiddels niet meer. Nu, u bent samengegaan met GroenLinks, maar toen u nog echt de Partij van de Arbeid was, dat is een tijdje geleden, maar ooit was dat zo. In die wijken, bij u in Heerlen, in Helmond, in Alphen aan den Rijn, overal in Nederland zaten die Partij van de Arbeid-kiezers, die zitten nu vaak bij ons, de SP-kiezers ook, zitten nu ook vaak bij ons, die helemaal gek worden dat er niets gebeurt aan die ongebreidelde instroom van asielzoekers, die niet snappen, en dat gaan we nu veranderen, een van de mooiste maatregelen in het akkoord, dat de voorrang voor statushouders, asielzoekers met een vergunning op de sociale woningbouw, een sociale huurwoning, dat die nu wordt geschrapt. Dat zagen die mensen als discriminatie. Dat zagen die mensen als dat u er niet was voor de Nederlanders. Allemaal maatregelen door de Partij van de Arbeid, SP, zijn gesteund. En wij gaan dat nu veranderen. En daar, ik denk dat dat soort maatregelen 90% steun heeft van alle mensen in Nederland die nu televisie kijken en dit debat zien. En dat wij doen met het stoppen van de immigratie, met het opkomen voor
voor die Nederlander. Met het zorgen dat die Nederlander weer, zoals bij de sociale huurwoningen, in ieder geval niet achtergesteld wordt bij de mensen die hier net binnenkomen. Zorgen wij hiervoor dat de cohesie, dat het vertrouwen in de politiek, dat dat groeit. En wat u doet, is precies het tegenovergestelde. U gaf me een compliment, dank daarvoor, maar ik ben een hele slechte verliezer. Afrondend. Laten we wel precies zijn. Wat u voorstelt, maar corrigeert u me maar als ik mij vergis, is dat alleen het feit dat men statushouder is niet voldoende is om voorrang te krijgen bij de toedeling van een woning. Zo is het. Dat kan nu al. Dat is helemaal niet revolutionair. En vervolgens, zeer revolutionair. Mijn conclusie is ook, u weet heel goed dat wat u voorstelt op asiel het nooit zal halen. En dat is bij u ook precies de bedoeling. Want als het asielprobleem zou worden opgelost, dan houdt het bloed op te stromen in de aderen van de PVV. Want het moet een probleem blijven. Vandaar ook dat u de spreidingswet wil intrekken. De ellende in Ter Apel moet groter, niet kleiner. Dat verwijt ik u. Daarmee helpt u Nederland niet vooruit. Het is nog veel erger dan Zuurlinks. Wat een verwrongen mensbeeld heeft u. Denkt u nou echt dat ik en mijn partij en mijn fractie, die super trots zijn op dit akkoord, die super trots zijn dat in dat akkoord staat dat we met het strengste asielbeleid ooit in Nederland komen. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn woorden die uit het akkoord komen, die door vier partijen zijn ondertekend. Denkt u nou echt dat ik wil dat dat niet lukt? Denkt u nou echt dat dan het bloed, of wat zei u, bloed? Dat er bloed gaat stromen als het niet lukt of zo? Dat zijn hele foute teksten, meneer Timmermans. Ik wil dat dat lukt. Ik wil dat dat akkoord een succes wordt. En dat is waar de PVV voor staat. En door dat in een beeld brengen, dat wij dan het bloed uit onze partijen zou trekken, of weet ik wat u zei, dat is totale onzin. Totale onzin. Wij willen dat Nederland eindelijk een keer een strengste, tot de strengste landen van Europa gaat behoren ten aanzien van asiel, in plaats van de soepelste. En wat dat betreft, meneer de voorzitter, zullen mensen in Nederland nu, wat mij betreft, een klein applaus mogen geven, dat het belangrijkste resultaat misschien van het meedoen van de PVV is, dat die meneer daar, meneer Timmermans, in de oppositie verdwijnt. Voorzitter, dit is een persoonlijk feit, hè. Ik heb natuurlijk niet bedoeld bloed vloeien, dat heb ik ook niet gezegd. Wat ik heb gezegd is dat voor het voortbestaan van de PVV, en ik zal daar geen beeld bij gebruiken, maar het letterlijk zeggen, dat verstaat meneer Wilders misschien beter, voortbestaan van de PVV is het voortbestaan van de asielcrisis essentieel. Want als die wordt opgelost, is er geen enkele reden meer om achter de heer Wilders aan te lopen. Ja, maar voorzitter, dit is toch een totaal politiek ziekelijk, laat ik het voorzichtig zeggen, een politiek ziekelijke redenering. Wij vechten al zolang we bestaan voor die Nederlander en tegen het achterstellen van die Nederlander, bijvoorbeeld met sociale huurwoningen. Wij vechten ervoor en eindelijk is het gelukt in een akkoord om prachtige, stevige maatregelen te nemen om die asielinstroom te beperken. En dan zegt de heer Timmermans hier gewoon, u wilt niet dat dat lukt, want dan is er geen bestaansrecht meer voor de PVV. Hoe durft u? Hoe durft u ook hier weer onze kiezer te beledigen? Onze kiezer wil niets liever dat het lukt. En alleen het enkele feit, de kiezer wil dat. De kiezer wil dat lukt. En wij staan hier, meneer Timmermans, namens onze kiezer. En dat zijn er een hoop meer dan die kiezers van u. Voorzitter, uiteraard hebben de kiezers die op Wilders hebben gestemd allemaal de verwachting dat hij de problemen zal oplossen zoals hij dat voor de verkiezingen heeft beloofd. Uiteraard. Maar ik heb al gezegd, met asiel gaat hem dat niet lukken. Maar dat gaat hem ook op andere terreinen niet lukken. Hij vroeg net, wat is nou asociaal? Asociaal is dat in dit land, een van de rijkste landen van de wereld, aan het einde van de periode waar u verantwoordelijkheid voor draagt, 17.000 kinderen meer in armoede zullen leven dan vandaag. En dat is totaal onnodig. Asociaal is ook om van tevoren, voor de verkiezingen, te beloven, het minimumloon gaat omhoog. Wat overigens in lijn is met de commissie die door de heer Omtzigt is opgericht. Die zegt, je doet echt iets, alleen echt iets aan armoede als je structureel inkomens verhoogt. Minimumloon verhogen betekent uitkering verhogen als het gekoppeld is. Betekent AOW verhogen. Dat doet u niet. Asociaal. Asociaal is ook de WW-periode inkorten. U heeft zelf dat woord asociaal gebruikt toen een CDA-minister het voorstelde. Nu doet u het zelf.
Dat raakt echt de oudere werknemers. Die kunnen dan nog in de bijstand komen, mogen misschien hun eigen huis opeten. Asociaal is ook dat u niets doet voor de zware beroepen. Daar zitten mensen op te wachten. Dat moet gebeuren. Asociaal is ook dat u weliswaar veel later dan u wat hebt beloofd en veel geringer de eigen bijdrage vermindert, maar chronisch zieken schieten er niets meer op. Nul. Want hun bijdrage wordt erdoor gekort en per saldo gaan ze er niet op vooruit. Een paar dingen die ik asociaal vind. En ik vind dat u de verantwoordelijkheid heeft die dingen te corrigeren, zodat u in lijn blijft met het minimum van wat u beloofd heeft voor de verkiezingen. Voorzitter, we hebben ongekende aantallen miljarden voor lastenverlichting. Lastenverlichting voor burgers, inderdaad ook lastenverlichting voor bedrijven, van rode diesel tot renteaftrek. Oké, dat ook, prima. Maar heel veel voor de middeninkomens en ook heel veel voor de onderkant. En dat is gewoon 100% sociaal beleid. Dat is 100% sociaal beleid. En die wettelijk minimumloon van u, die heeft de Eerste Kamer afgeschoten. Wij hebben daar in de Eerste Kamer voor gestemd. Maar de Eerste Kamer heeft die wet afgeschoten. Dat hebben wij niet gedaan, heeft de Eerste Kamer gedaan. We hebben het inderdaad niet voor elkaar gekregen om dat opnieuw die maatregel te nemen binnen deze coalitie. Maar we hebben de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor die wet gestemd en die is daar niet door ons afgeschoten. Volgens mij, als u eerlijk bent, moet u dat toegeven. Maar we hebben inderdaad nu niet voor elkaar gekregen dat die wet terugkomt. We hebben wel heel veel andere dingen wel voor elkaar gekregen. En zowel u als de SP, en ik ga het lijstje niet voor de 80ste keer opnoemen, u gaat er helemaal aan voorbij. Het gaat er de mensen uiteindelijk om, wat houden ze netto in een portemonnee over? En iedereen, dat is het nieuws van het CPB vandaag, iedereen gaat erop vooruit. De mensen met een uitkering, de mensen die met een pensioen, de werkenden. Iedereen gaat erop vooruit en we besteden daar miljarden aan. In een tijd dat het economisch niet de meest gunstige tijd is, zijn we er toch in een staat. In een tijd dat we uiteindelijk die overheidsgaven iets minder doen. Hè? We geven als overheid iets minder uit. Dat is de conclusie ook van het CPB van dit pakket. Dus we geven minder geld uit in het totaal. En we zorgen ervoor dat we binnen het tekort blijven. En tegelijkertijd zijn wij toch in staat om voor iedereen een plusje te regelen. U moet hiervoor applaudisseren. Ik snap wel dat u niet uitkomt en dat u liefste wil dat dit kabinet, dat die CPB-cijfers u eigenlijk tegenvielen. U had liever gewild dat er had gestaan dat de koopkracht in de min gaat en dat de werkloosheid stijgt en dat er geen werkgelegenheid is. Dat is allemaal niet het geval. Alle seinen staan op groen in een economisch moeilijke tijd. In een tijd dat wij om het tekort terug te dringen de overheidsuitgaven kleiner maken. En toch zorgen we ervoor dat iedereen wat extra's krijgt. En dat is iets, voorzitter, ik kan het om politieke reden begrijpen, maar ik ben voor de rest totaal verbaasd dat al die linkse partijen in plaats van dat ze zeggen geweldig wat jullie hebben gedaan. Ik had begrepen als jullie hadden gezegd, het is misschien te weinig, mag het niet wat meer? Maar dat hij nou zo zwartgallig doet voor een heel mooi rooskleurig plaatje, ik vind het onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat ik signaleer dat meer dan 17.000 Nederlandse kinderen in de komende jaren, die nu nog niet in armoede zitten, in armoede terecht zullen komen. Dat is asociaal. En als u al zoveel uit te geven heeft, had u er best wat aan kunnen doen dat dit niet nodig was. Onbegrijpelijk vind ik ook dat mensen die chronisch ziek zijn niets hebben aan de verlaging van de zorg, de eigen bijdrage in de zorg. Onbegrijpelijk. Maar onbegrijpelijk vind ik bovendien dat u alles, het CPB zegt voor sommige mensen, ja, die gaan er wel 8 euro per maand op vooruit. Nou, vette bek. Maar onbegrijpelijk vind ik ook dat waar het op gebaseerd is, de financiële doorrekening, zo op drijfstand is gebouwd, zoals het CPB ook aangeeft, dat zodra het tegenvalt, zult u met de kaasschaaf over alle departementen heen moeten gaan. En dan zijn de grote departementen, die zijn de sjaak. Want dan gaan er honderden miljoenen af bij zorg, honderden miljoenen af bij onderwijs, honderden miljoenen af bij sociale zaken. En dan bent u asociaal bezig. Er valt geen enkele andere conclusie uit te trekken. U drijft op wensdenken. U zult op de koffie komen en daar zullen de gewone Nederlanders een hoge prijs voor betalen. Nou ja, één tip. De interruptie is echt veel te lang om bij de mensen te blijven hangen. Ik weet zelf al niet meer waar u mee begon. Maar goed, laat ik het proberen samen te vatten. U bent er niet blij mee. Is dat ongeveer de samenvatting? Nou, wij zijn er wel blij mee. Wij vinden het een hartstikke goede sociale maatregel. Ik vind het heel jammer dat u alleen maar negatief doet en niet positief. Ik zal blijven opkomen, voorzitter, voor die 17.000 kinderen die dankzij u
in de armoede terecht zullen komen. Bovenop al die kinderen die al in de armoede leven. Ik zal blijven opkomen voor al die mensen die niet rond kunnen komen in Nederland en die door u niet geholpen worden. Ja, en ik zal blijven opkomen, voorzitter, voor al die miljoenen Nederlanders die er vandaag in dit akkoord allemaal op vooruit gaan.